En dit is de 200ste aflevering van Hoger Lager. Reeds 6 jaar lang, wekelijks op donderdagavond. Voor miljoenen Vlamingen en Nederlanders. Uw gastheer is Walter Capio. Bedankt. Bedankt. Die kunnen we samen drinken dan. Wel, met de bloemen en de champagne erbij voor de 200ste keer. Hoe heet dat programma ook weer? Ik moet jullie eigenlijk van harte bedanken, want 200 uitzendingen, dat zou niet mogelijk geweest zijn als er niet van de andere kant veel belangstelling was voor dit programma. In Nederland, in België en waar dan ook. Van harte bedankt voor uw kijklustigheid naar Hoger Lager. En ik beloof het u, we hopen samen er nog veel prettige donderdagavonden van te maken. Zo, laten we nu maar meteen beginnen, deze 200ste aflevering. Hier zijn de speciale kandidaten voor dit programma nummer 1. Allebei bedreven in hun landbouwbedrijf, getrouwd en woonachtig te Houthaven. Erik van den Bergen en Patricia Sansens. En speciaal uitgekozen voor deze viering, het andere duo, nummer 2. Hij is een metaalbewerker, zijn vrouw een commercieel medewerkster uit Braschaat. Patrick Meijer en Patricia Meuzen. Dag Patricia. En wat zijn ze? Patrick, maar het is Pierre eigenlijk. Het is eigenlijk Pierre, ja. Het is Pierre, ja. Goeiedag, Walter. Maar het is ook met een P, dus we mogen al blij zijn dat toch al klopt. Ja. Ik zeg van harte welkom. We zitten dus eigenlijk in Braschaat. Dat klopt. Ja. En wat een gevoel heeft het in een jubileumuitgave te zitten? Feestelijk gevoel. Ja? Is er bij jullie geen enkele reden om te feesten binnen het gezin? 14 jaar getrouwd, de schoolclub die kampioen is gespeeld. De schoolclub. Die kampioen is gespeeld, ja. Zowel met de A als met de B. De twee ploegen tegelijkertijd. Kampioen. Zijn allebei kampioenen? Ongeslagen. Ja. Dat doet plezier. Wat is jouw dagelijkse activiteit, Pierre? Ik ben metaalbewerker. Ik ben frezer van een CNC-bestuurd machine, maar ook van een gewoon freesmachine. CNC, waarschijnlijk bedoel je een computer? Een computerbestuurd, ja. Jullie maken niet zelf een reeks stukken, jullie doen dat voor andere firma's? Wij krijgen het werk van andere firma's. Met plan, eventueel met metaal. En daar maken we dus uit wat we van moeten maken. Goed zo. En Patricia, wat is jouw job? Ik ben commercieel medewerkster op een grote Vlaamse bank. En wat moet je zoal doen? Loketwerk en ook naar de cliënt toe gaan. Bezoekje brengen. En besprekingen voeren over het geld wat ze nog niet afgegeven hebben. Inderdaad, ja. Jullie praten daarnet over de Schulclub. Is het een hobby of zo? Of, Dat is een hobby. En ik weet niet of iedereen de schoolbak eigenlijk echt kent. Schoelen, maar dat is maar van die schijven die men over een tafel heen gooit, hè? Is dat? Dat klopt. We hebben dit hier. Dit is dus een verkleind model. Dit is één voor u. Dit is dat is dus een klein schoolbakje. Een bakje om kleine schoeletjes in te schoelen. De prijzen zijn dan ook na van hand, hè? Hebben jullie dat zelf gemaakt, dit hier? Nee, dat hebben we niet zelf gemaakt. Dat is mooi, hè? Ja. Het is wel een schoelik die het gemaakt heeft. Goed. Dat mag ik meenemen naar huis? Ja, dat mag u meenemen. Ik ben blij. En champagne, bloemen en een schoelbak. Van onze schoelclub Kogelshof is er nog altijd iemand die het handwerk. Oh, die handwerk maakt. Heeft hij dat? Voor u. Ik ben En zelf gemaakt? Ja, zelf gemaakt. Moet je eens kijken, zeg. Speciaal voor mij. Ja. We hebben hier ooit nog politici in de studio gehad. Toen was Willy Klaas er ook bij. Jammer dat hij er nu niet bij is. Anders kon je het ook gebruiken. Maar goed, bedankt in elk geval. Wat ik nog even mag onderbreken. Mijn echtgenote is één van een viergeslacht. De dochter is hier. De moeder is hier. De grootmoeder van mijn echtgenote is niet aanwezig. Die is moeilijk te benen. Ja. Die is thuis aan het supporteren. En u heeft geen foto bij van die, van die vier? Helaas. Maar dus jij bent hier, jouw moeder is hier? Ja, en mijn dochter is hier. En waar zitten die daar dan, die moeder en die dochter? Waar zitten ze? Zo, geef ze een applaus alsjeblieft. Welkom. Wij nemen een kaartje. Ja. Alsjeblieft. Dank u. En we stappen over naar het andere duo. Dat zijn Patricia, nog een Patricia zeg, stel je voor. En Erik. En waar zijn de supporters? Ja, ik hoop dat deze schoelbak niet te veel in de weg staat. Anders zetten we misschien een beetje bij deze kant hierop. Ja. Zoiets, hè. Erik, we zaten in Braschaat. Waar zitten we met jullie nou? Tegen de kust, Walter. We zitten in Houthaven.
Hoe zeg je dat? En Oetave. Oetave. Oetave, een fusiegemeente van Zuijenkerken. Ja, nou moet je dus zeggen, wij wonen in Zuijenkerken, zo is het? Maar een beetje, ja. Maar blijft Oetavenaars. Blijft Oetavenaars. Ja. Houtave heet het eigenlijk. Is dat groot? Het is een 1700 hectare. Dat is vrij uitgestrekt. Dat is vrij uitgestrekt, met een 500-tal inwoners. Oh, dat is weinig. Dat is weinig, hè. Ja. En hoe hebben jullie elkaar leren kennen, Patricia? Wel, dat is eigenlijk, wij wonen niet zo ver van elkaar en moesten een keer gaan eten bij zijn ouders. Wie, wij? Mijn moeder, mijn vader en ikzelf. Ja, ik zei maar. Hoe lang is dat geleden? Dat is 12, 14 jaar geleden. Goed, en jullie gingen daar eten? Ja, en ik was 10 en Erik was 14. En, ja, en tussen twee boterhammen in, en wel, wat doe je dan al? Je kijkt een keer hoe de tafel eruit ziet. Maar hij moest naar zijn bed. 10 jaar was jij? Ja. Stel je voor. Maar hij moest naar zijn bed, hè. En ik moest nog niet op mijn bed, hè. Ja, maar dan? Hij gaat naar boven, en het is al zo'n venstertje. Hij doet dat zo naar mij. Mo! En ik doe natuurlijk al zo, hè. Ja. En dan? Ik ga naar mijn moeder, ik zeg tegen mijn moeder, ik zeg... Alleen moet dat een keer horen, ik zeg... Ja, Erik, doe dat zo. En ze zegt, wat heb je gedaan? Ik zeg, ik kan zo. Dat is goed, zegt ze. Maar nu doe je dat niet meer, nee. Nee, dat is... Dat is allemaal in orde gekomen. Hij is zo blijven doen en zij doet dat niet meer. Nee. Dat is dat. Vertel eens, Erik, hebben jullie ook kinderen? Ja, wij hebben een dochter van 9 jaar, die hier ook aanwezig is in de zaal, en een zoon van 6 jaar. Ja. We gaan even kijken waar jullie familie er zit. En de supporters, laat eens zien. Dat zijn de twee kinderen. En de familie en de vrienden. Mooi. Wat doen jullie voor de boterham? Voor de boterham te verdienen, Walter, zijn wij landbouwers. En wij hebben hier ook een cadeau mee voor u en voor onze collega's. Zeg maar, is het echt landbouw in... Het is zuivel, meer naar de zuivelinrichting, ja. Het melkvee. Dat zijn dus producten van... Zuivelproducten. Ja. Van jullie dieren dan? Van de koeien. Van de koeien, ja. Wat is het allemaal? Ik zie hier, dat is volle melk. Dat is precies. Volle melk, dat is karnemelk. Dat is kruidenkaas. Oh la la. En hier, boter. Dat is boter. En yoghurt, dat is, of wat is het? Yoghurt met ananas. Allee, ik kan ook kaas, voor... En jullie hebben elkaar leren kennen toen het op een etentje uitgenodigd. Ja. Ze waren uitgenodigd op een eten. Ik sta er goed voor vanavond. En dat is voor onze tegenspelers. Zeg, ze staan er ook goed. Ik ga dat hier zetten. Het is dus vooral, je zei, melkvee. Hè? Vooral melkvee, ja. Hoeveel heb je er lopen? Dus we hebben nu 80 koppen lopen. Bij ons wordt uitgedrukt in koppen, ja. Dus dat is van klein tot groot. En hoeveel melk produceren jullie per jaar? 100.000 liter. Dat is al de moeite. Per jaar, ja. Maar het is een klein boerke. Het is een klein boerke nog. Het is nog een klein boerke. Ah, maar goed. Laat ons hopen dat u na deze uitzending een grote boer wordt. Maar ik bedoel dan met een wagen erbij en andere bij. Oké? Goed. We nemen een kaartje. Walter, als ik nog iets mag zeggen. Ja, we nemen ook een kaartje. Wij hebben ook een vierstacht. Oh, jullie zijn ook vier. Wie? Ja. Jij? Ja, ik ben daar. Nee, ik bedoel bij jou. Nee. Langs de vrouwelijke kant. Maar mijn grootmoeder is hier ook niet aanwezig. Mijn moeder is hier aanwezig. En dus de dochter ikzelf en mijn dochter. Goed, maar we kunnen ze alle vier even tonen. Hier is wel een foto. Dat is dus het viergeslacht. En de grootmoeder zal dus thuis zitten kijken. Ja, ik zou graag eens de groetjes doen. Oh, we doen ze nu, de groeten. Nee, grootmoeder ook van harte gegroet. Want volgende week zijn we 10 jaar getrouwd. Nogal beter. Kom aan, een applaus voor dit duo. Laten we dat dan maar feestvierend inzetten. We gaan onze duo's alvast. Welke kleur heeft u graag? Wat kleur? Groen, wit, rood, zeg maar. Blauw? Blauw. Blauw. Blauw, ja. Nog niks zeggen, hè. Kijk eens hier, speciaal voor de gelegenheid. Voor jou? Een beetje... Nee, nog niks doen. Wat heb jij graag? Rood. 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 Wel, het is een beetje een paars, maar goed, alle kleuren veranderen in de geschiedenis. Een roze. Ik ga dat groentje nemen hier. Dat is een eerste cadeauke. Ook voor de mensen hier in de studio. Want dit is de nieuwe rage. Vanaf nu zit onze studio vol met het vogelgeluid in een volière. Laat maar eens horen. En er zijn er veel, hoor. Al deze diertjes maken gewoon het geluid van vogeltjes. Wel bedankt. Allemaal op het stokje, alstublieft. Kom aan, allemaal op het stokje. Zeg, en we moeten het inzetten met een glaasje champagne, vind ik. 200 uitzendingen. René, kom jij ons even helpen? Want hier staat de champagne. En hij zal ons even bedienen, terwijl wij ons vraagje kunnen stellen. Maar we kijken naar de kaarten. René, wees jij zo vriendelijk ons even te bedienen? Mag ik naar de kaart kijken? Dat is een 7. Een 7.
Zo, René, alsjeblieft. En wat hebben we hier bij Patricia? Een 6. Kijkt u maar even, ook de mensen thuis willen graag zien hoe je eruit ziet. Voilà, dat is gebeurd. 7 is de hoogste kaart. Dus Patricia, 2. Jullie zullen zo dadelijk moeten een antwoord geven. Want deze studio, tenminste dan studio 5, werd 5 jaar geleden ingekleed in het decor zoals het er nu uitziet. Men dacht toen, dat is een casino of wat, maar het is inderdaad geïnspireerd op het casino. Maar we hebben hier nou zoveel uitzendingen van Hoger Lager in opgenomen. We zijn er nog altijd te gast. En ik heb een vraagje voor jullie. Het is de eerste keer uitgezonden vanuit dit decor op Oudejaarsavond 83, 5 jaar geleden. En nu luidt mijn vraag, hoeveel programma's zijn in dit decor al opgenomen, dit programma van vandaag inbegrepen? Jullie moeten een antwoordje geven. Patricia en Erik, hoeveel denken jullie? Op de 200, het is niet van in het begin in dit decor geweest, maar hoeveel dan wel, denken jullie? Kom maar, wat denken jullie? Dan deze aan hem en vier mee. Is dat een speciaal decor nu? Ja. Hoeveel denken jullie? Patricia en Erik? 150. 150, ze gokken maar. 150 denken ze. En wat denken Patricia en Pierre? Hoger of laag? Denk over. Luid spreken hoor, we horen het graag. 34, 5, 4 jaar. Ja, maar we zijn nog maar 200ste. Ja. We zijn aan de 200ste aflevering. Lager dan de 150ste. René, giet rustig in, ik kom zo terug. Maar ik ga even kennis maken met een speciale gast voor vanavond. En die moet ons helpen om de oplossing te vinden. En die speciale gast is iemand die bij die eerste uitzending er ook bij was, in het gezelschap van enkele collega's die jammer genoeg vanavond niet konden aanwezig zijn, maar hij is er wel. Meneer de minister, van harte welkom. Dag, Walter. Minister Herman de Croo. Dank u wel. Een applaus. Dank u wel. U herinnert zich waarschijnlijk nog toen we samen waren. Natuurlijk, we hebben gewonnen. Met welke kaarten, wat kleur had u toen? Wel, ik had toen een heel passende kleur voor mij, de blauwe kaarten. Bent u zeker? De rode kaart. De rode kaart, ja. Maar ik was met ijsjes, was de reden. En dan zeggen ze dat ministers nooit liegen. Maar goed. Nee, ze zijn soms kleurenblind de laatste dat tijd. Dat zal het geweest zijn. Hè. U heeft het de laatste weken niet zo druk gehad, of toch? Mijn collega's wel, ja. Ja, en u heeft even een beetje kunnen uitblazen. Wij appreciëren ten zeerste dat u nog eens teruggekomen bent. We hebben daarnet de vraag gesteld hoeveel programma's hier zijn opgenomen. We hebben het samen een beetje voorbereid. Wil u ons nou vertellen hoeveel het er in totaal waren? Ik mag dus niet toe zoals jou, ik moet de waarheid zeggen. Jij moet de waarheid zeggen, zoals met de kleur van die kaart. 159. 159? Ja, dat was goed zo. Het. U blijft nog in ons gezelschap. Dank u wel. Bedankt voor uw komst. Het is dus hoger en jullie hadden gedacht lager. Het is jammer, maar dat doet er niet toe. Het is een eerste gok of een eerste inzet. Wij gaan naar de blauwe kaarten, maar we gaan even drinken en klinken op jullie gezondheid thuis, hier in de studio en vooral op de gezondheid van onze kandidaten. Zo, gezondheid allemaal. Gezondheid. Even tikken. We hebben maar één keer onze 200ste uitzending. Gezondheid. En dus op naar de eerste kaart. Dat worden de blauwe. En we zijn benieuwd hoe dat afloopt. Eerste blauwe kaart. Dat is een boer. Lager. Lager dan die boer. Een 4. Hoger. Hoger en het is een 1. We zijn al aan de rode kaarten toe. Eerste rode kaart, een 4. Hoger. 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 Een 10. Lager. 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 Een 8. Het loopt nog goed. Passen. Passen. Passen, zeggen ze. Ze hebben gelijk. Die slechte kaarten zou ik ook wegvegen. En dus even een vraagje. En het vraagje is dan nog voor jullie, Pierre en Patricia. Hier even een vraagje. We vroegen aan 100 vrouwen, mocht het volop mode worden dat de haren in het groen geverfd worden, zou u daaraan meedoen? Ik kan me voorstellen, jij in het groen. Hoeveel op die 100 dames zegden, ja, ik zou eraan meedoen? Hoeveel? Gaan jullie luid praten? Ja, dicht bij de microfoon. Nee, minder, denk ik. Patricia en Pierre. Denk minder. 20, denk ik. Wat voor 20 zouden meedoen, denken ze. 20. Wat denken Erik en Patricia? Hoger of lager? Oké, ja. Erik en Patricia. Hoger. Hoger? Zij denken hoger. 63, ja, ze zouden meedoen. Blauwe kaarten spelen eerst verder. Daar moeten we een andere kaart zetten, dankjewel. Zij mogen eerst voortspelen na de 4. Wat doen we? Hoger. Hoger dan de 4. Het is een 7. Laag. Laag. Niet passen, zijn ze. Proberen met lager, maar het is hoger. En nu zal het moeilijk worden. Maar Patricia en... ja, Patricia en Pierre, die krijgen de andere kaart. In plaats van de 8 wordt het een 5. Hoger, hè? Wat zeggen de supporters? Hoger.
Hoger. Hoger dan die vijf. Nee. Oh. Ken daarna. Het zijn kandidaten die elkaar goed begrijpen. Nee. Ze staan stil op dezelfde plaats. Zo moet het zijn. Een vraagje dus nu voor Erik en voor zijn Patricia. U bent al 20 jaar tevreden klant bij dezelfde warme bakker. Stel je voor. Nu is een goede vriend ook warme bakker geworden en in uw buurt komen wonen. En natuurlijk, die komt vragen, komt u bij mij enzovoort. Gaat u voortaan uw brood kopen bij die goede vriend? Hoeveel op 100 zeggen ja? Natuurlijk, want die gaat voor. Erik en Patricia, hoeveel op 100 gaan naar die vriend nu toe? Ja, we zouden ook wel een keer bij die vriend... Oh, maar we gaan eerst bij de broer, hè? Ik denk het. Dus, wat denk je? Hoeveel? 60% die bij de broer blijft. Nee, nee, hoeveel gaan naar die vriend, naar die nieuwe vriend? 60. Naar die vriend? Ja, want dat is geen broer, die neemt, dat is een hunnebakker. Het is voor de meeste antwoorden. Erik, jullie gaan gewoon naar een bakker. Ja, nu komt daar een vriend van u wonen en dat is ook een bakker. Hoeveel op 100, hebben we gevraagd, gaan naar die vriend nu gaan, die nieuwe bakker die komt wonen? Hoeveel? 65. 65. Voilà. En nu, Pierre en Patricia, hoger of lager? Hoger. Zij hechten meer belang aan de vriendschap. Het is inderdaad hoger. In de 70. Rode kaarten spelen verder. Na de 5. Hoger. Hoger dan de 5. En het is jammer, het is een 2. Na de slechte 7 hier, wat doen we? Lager dan die 7, het is hoger. De warme bakker zit er voor iets tussen. De oven is nog niet warm genoeg. Nog even doorspelen. Dat is een vraagje voor jullie beiden. De Rijkswacht doet u halt houden voor een snelheidsovertreding. En nu vroegen we... Ja, met de minister in onze buurt kunnen we misschien wel naar de juiste oplossing gaan van dit probleem. Probeert u de Rijkswachter te overtuigen dat u slechts 60 per uur heeft gereden? Hoeveel op 100 proberen die Rijkswachter te overtuigen? Pierre en Patty. Wacht dan, zeg de supporters. Ja, jullie moeten het zeggen. 60? Ja? 60. 60 proberen hem te overtuigen. Wat denken jullie? Hoger of lager dan 60? Hoger. Hoger. Hoeveel zijn het er? 28 of geen lager. Rode kaarten spelen verder. Probeer nog eens na die 5 hier. Jij dat pakt. Hoger. Hoger dan de 5. Nee. Na de 7. Lager. Lager. En een joker, Guido. En dat is er eentje voor mevrouw en eentje voor meneer. De 2 sporttassen van Hoger Lager. Allee, we kunnen er al de dromen van lager stoppen. Lager. Die 7. Nee, dat is... Dat is niet meer normaal. We schuiven wel op, maar het duurt lang. Patricia, gezondheid, hoor. Dus dat niet. Ik kan er niet aan doen, ik heb dust. Er is hier maar één die drinkt, dus Patricia. En nog een vraag. U bezit een bebost stuk grond. Het vraagje is voor Erik en Patricia. En de eerstkomende jaren heeft u dat stuk grond niet nodig. U kan het niet gebruiken. Maar een padvindersgroep, die komt u vragen om het als speelplaats te mogen gebruiken. Staat u dan ook toe dat ze dat stuk grond bevostigend als speelplaats gebruiken? Erik en Patricia. Zeker, zeker. Ja, daar staan we toe. Maar hoeveel procent? De scouts mogen erop komen spelen. Maar hoeveel ten 100 zullen dat toestaan? 70 ten 100. 70 ten 100, zegt hij. En wat denken Patrick, Patricia en Pierre? Ik denk dat ik denk hoger. Hoeveel? Dus onbebost. Hoger of laag? Hoger. Hoger dan de 70. Ja, 87. Dus nog eens naar de rode kaarten. Zou die 5 nu geen geluk bijbrengen? Wat doen we? Hoger dan die 5. Ja, onlala. Slechter kan niet, hè. Passen. Passen nog een keer. Ja, mogelijk. Nog even passen. Dat moet niet. Zeg, de kaarten zijn niet gemakkelijk voor onze 200ste aflevering. Nee. Absoluut niet, maar als er maar een auto bij komt, dat is goed. Vraagje voor jullie, gezondheid. Vindt u dat iemand... Ja, maar iedereen drinkt hier maar, ik moet iemand praten. Vindt u dat iemand die slechts 500 kilometer per jaar met zijn wagen aflegt... minder rijtax zou moeten betalen dan iemand die er 60.000 in het jaar aflegt? Ja. Hoeveel zeggen ja, ik vind dat billig. Hoeveel vinden dat? 60.000 is voor beroeps, hè? Ja. Die moet dus niet gestraft worden, hè? Nee, maar die bij 500 moet zoveel betalen als die van 60.000. Ja, maar soverlux. Hoeveel vinden dat die minder zou moeten betalen? De helft, 50. Patricia. 50. De helft zeggen ze, 50. Hoger of lager, Erik en Patricia? Ik denk dat hoger. Hoger, zij denken dat er meer zijn. Ja, het is hoger, inderdaad. Dus de blauwe kaarten. Na die joker en die slechte 7, wat doen we? Nogmaals lager. Lager. En dus nogmaals hoger. En nu brengt liever die andere kaart voor Pierre en Patricia. Dank je wel. En dat is... Och, het is niet veel beter. Een 6. Hoger, zeggen ze. En... Hoe kan het? Oh, wat hebben jullie uitgespookt met die kaarten?
Nee, weet je wat het is? Ze dachten, we komen maar één keer op televisie. We gaan zorgen dat we er lang op komen. Vraag je voor Erik en Patricia. We vroegen aan 100 pas afgestudeerden. Men stelt u voor aan de ingang van een groot warenhuis demonstraties te doen met jojo's. Ken je dan jojo? Ja, ja. En dat wordt goed betaald, zeggen ze erbij. We vroegen aan die 100, zal u die job aanvaarden? Hoeveel op 100 zeggen? Ja, ja. Met jojo's of met piepers of met vogels of wat dan ook. Erik en Patricia, wat zeg je? 70. Ja, hè? Ja, 70. Ze vinden het de moeite waard. Hoger. Jullie zeggen nog meer dan 70. Ja, 87. Het is inderdaad hoger. Kom, nog een kaart vooruit. Voor de rode kaarten. Hoger. Joker. En toch al één stapje verder. Twee hoger lager jogging pakken, omdat het samen zoveel beter gaat. En nu een beetje spurten, dan loopt het toch vleugels naar boven. Hoger. Hoger. Het zijn nogthans goede kaarten. Waar heb je van, zeg, kom aan, Erik. Dat was lager. Lager. Nog een joker. Oef, oef. We kunnen een zomerkleurtje krijgen, gegarandeerd onder deze hoger lager parasol. Ja, dat zal wel. Lager. Lager. Ja, een vijf. Maar nee, hè. Hoger. Hoger. Ja. Ja. Eindelijk, eindelijk. En het staat hier vol, het staat hier vol met prijzen en glazen. Echt een feest. Gezondheid thuis. Santos, hè. We gaan vlug eens kijken wie nu van dit achtbare publiek mee kan dingen naar de prijs van het publiek. Even kijken. Dat waren nogal eens kaarten. Ik heb hier een kaartje van wie is het? Even kijken. Dat is het kaartje van Soens Rachel uit Dadizelen. Wie is dat? Dag Rachel, gegroet. Goedenavond. Ja, wij hebben al zoveel beleefd op die hele periode van 200 keer hoger lager. En natuurlijk, de verborgen camera is daar een belangrijk onderdeel van. Maar vooral even daarnaar overstappen, wil ik toch even enkele mensen voorstellen die ook elke keer van de partij zijn, of toch meestal, laat ons zeggen. Want als men thuis kijkt, ziet men alleen het interieur hier, maar hier rond en hierboven zitten tientallen medewerkers aan dit BRT-programma. En ik wil er enkele van voorstellen. Even hier aan deze werktafel. En we hebben helemaal aan de linkerzijde Lea. Lea zorgt voor de prijzen en de inkleding ervan. Daarnaast hebben we Corine, die al zoveel keren van beide beginnen trouwens, 200 keer aan een stuk al, de computer heeft bediend. Bedankt Corine. We hebben Guido de Prater, zijn stem komt altijd als achtergrond bij de toekenning van prijzen en jokers. We hebben Lieven daarnaast, die de nieuwe producer is van het programma. En uiteindelijk Anne, die de assistente is van de producer. Maar ik kom nog even terug op Guido de Prater, want hij is niet alleen de man die langs de stem, door de stem om, bekend is in dit programma. Maar hij is de originele producer van Hoger Lager. Van beiden beginnen, het kloppend hart van dit programma. En dus ook de man die alle verantwoordelijkheid heeft gedragen. Niet alleen voor het programma zelf, maar ook voor de verborgen camera's. Hij is de man die elke verborgen camera actie ondertekend heeft, die de uitgaven daartoe heeft goedgekeurd en die altijd heel goed wist wie en hoe we iemand zouden beetnemen. En toen dacht ik, 200ste aflevering, als we nu maar eens probeerden om die producer zelf beet te nemen. Gemakkelijk is dat niet, want normaal moet je de toelating vragen. Maar we zijn even een stapje hoger gegaan, want er zijn veel trappen in dit gebouw. En we hebben het dus kunnen klaren dat we Guido de Prater toch in de val hebben kunnen lokken. Je moet maar eens toekijken, want op een zekere dag vroeg ik Guido, ik heb een en ander te bespreken met jou, mag ik je ze uitnodigen op een etentje? Tijd dat tijd, onder ons beiden, de anderen moeten het niet weten. En hij zei, ja, en kijk eens, daar gaan we dan. Mogen we ze? Ja. Dank u. Ja. Kijk, ik maak het u nu gemakkelijk. Dat is een van de dingen, of de hamvraag is dus de continuering van volgend jaar. Alsjeblieft. Ah, ja. Ik moet u dat vragen. Maar dan moeten nu vanavond. Ik ga water drinken, hoor. Ik moet nog rijden met de auto. Ja, dus. Maar we moeten toch bestellen ook. Heb, dat is de lindenthee nog eens gebeurd. Lindenthee? Ja, is goed. Kan mag ik wat aan vervelen aan elkaar doen? Thee, ja. Lindenthee brengt die vrije kalm. In tegenstelling tot gewone thee. Ik ga een sherry draaien. Sherry draaien. Sherry draaien. En wie komt hier tevoorschijn? Moet eens goed kijken. Een zeer bekende, een trouwe medewerker van Guido de Prater. Maar dit keer zonder bril.
en voor de gelegenheid met pruik, snor en baard. Heeft u hem al herkend? Hij zal de functie waarnemen van obergarçon. Ja, maar er gebeurt van alles, hoor. De camera heeft de hele tijd opengestaan. Het wordt dus een lang verhaal. We zullen het inkorten. Maar er gebeurt van alles in die zin dat ik eigenlijk met hem ga bespreken wat we eigenlijk zouden moeten doen. Maar de man, heeft u hem herkend, die de pruik en de snor, wie was het? Ja, Jan van Rompuy. Stel je voor, Jan van Rompuy, die natuurlijk een medewerker is bij Guido de Prater. Net zoals ik, heel trouw en dagelijks zien ze elkaar en in vele programma's samenwerkend. Stel je voor, Jan van Rompuy als ober in dit gesprek, in dit feestmaal. Maar het leuke is ook dat wat ik met Guido bespreek uiteindelijk op dat ogenblik ook gebeurt, zonder dat hij het weet. Maar mijn vraag luidt voor Patricia en Pierre. Hoeveel keer zal Jan van Rompuy als ober aan die tafel mogen verschijnen en daar allerlei dingen doen vooraleer Guido de Prater hem herkend heeft? Hoeveel keer, denkt u? Wat denken we? Zes. Nee, meer. Acht? Nog meer, denk ik. Patricia, wat denk je? 15. Nee. Acht? Acht keer. Acht keer. Zij denken acht keer, we noteren dat. Ja. Wat denken Patricia en Erik? Ja. Hoger of lager? Dat is goed vermoed, hè? Ja, hoger. Hoger? Hoger? Hoger, ja. Zij moeten het afwachten. Maar we keren terug naar Lokeren en daar gaan we terug aan tafel zitten. En ingekort nu en met de timing erbij, meeluisteren. Nu. Ik had gedacht van de 200ste. Ah ja, laten we dat doen. Dat hadden we niet horen voor de candidaat, want we hebben er nu wel opgenomen. Dat is dus wel zeker. Maar ik vind dat we van de 200ste iets speciaals hebben. Ik had gedacht om mogelijk hen of zo iemand ergens een keer in te betrekken. En die beter nemen. Met hen of iemand. Maar iemand die de mensen kent. Maar met die thee niet vergeten. Nee, ik had nog niks gekozen. Ja, we zijn net een tournadoe of zo, zei je. Nee? Had je dat niet gezegd? Nee. Nee, ik had gedacht aan die entrecote. Entrecote. Maar kan dat voor eentje? Ja. Ja, voor mij een entrecote, ja. Pepersaus erbij, pepersaus. Pepersaus, ja. En frietjes. Dat is voor de 200. Misschien krijgt meneer de Prater ondertussen zin om dan een stukje mee. We zien wel. We zien wel. Mag ik zou wel een salmaakte samenbrengen. Ja. Ga je daar een tuin, weet je? Jackie weet wel welke wijn ik graag drink. Ja. Voor mij ook. Hoe lang zal het duren voor onze eigen regisseur het door heeft? Uitgedrukt in minuten. Dat mag dat 6 uur zijn. Maar zou je dat zien dat er microfoon of ik weet niet. Nee, maar ik vind voor de 200ste zou dat mooi zijn als we er eentje hadden. Maar dat er iemand van de ploeg zelf in beet genomen, vind ik. Een alternatief is natuurlijk van dat te doen met een hele bekende figuur. Die wat zou doen? Een candidate vinden met u, dat bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Niemand van de ploeg. Johan? Die teken niet vergeten. Ik heb het niet al gezegd. Ja, kan dat niet met video? Ja. Dan kan jij beslissen of wat? Vroeger konden, hè? Ja en nee. De financiering is dat een probleem. Maar we zouden kunnen proberen in huis. Maar we zouden sowieso een andere regisseur moeten extra inschakelen. Zonder dat hij er iets van weet. Nee. Ik ben aan het kijken om bijvoorbeeld hier te doen. Die zou jij zijn kunnen uitnodigen. Maar hier is het moeilijk, hè? Ja? Ik word hier. Ik heb geen kamer. Alsjeblieft. Ik zat te kijken. Wat is die deur daar? Dat is een tussengang. Dat was vroeger naar de keuken, maar die is veranderd. Het is een volledig nieuwe keuken. Dat je hier dingen schopt. Ofwel moeten we hier iets bouwen. Ja. Of dat door. Dat is aan de gang. Van Ginder. Van Ginder. Dat moet wel. Natuurlijk, ja. Met de lens tussen die dingetjes. René, de liftboy. Ja. Ze zien hem altijd verkleed. Ja.
Nee, ik denk dat dit inderdaad de geschikste leren als je dat goed aanbrengt in de stijl. Ja. Ja, enfin ja, dan is het met u rechtstreeks af te spreken, was die van die filmploegen al, dan moet dat niet langs Libië en langs weet je niet. Wel, zal zij dat niet verklappen dan? Libië zegt dat wel. Zieke, dus gaat hij dat... Ben je dan een naastbak ook, alsjeblieft? Breng je nog een naastbak? Ik heb geen sigaret. Ja, maar ik wil u toch uitdagen. Dat is de beste methode, dank u wel. Dank u. Maar hij vindt dat goed, hè? Want ik wil er niemand... Dat is het probleem ook. Ik kan er niemand over praten. Ja, dat is juist. Want er wordt zelfs doorgetelefoneerd. Hè? Nee, maar als je het drukkelijk aan Libië vraagt, van dit niet. Dat kan niet, hoor. Dat is niet nodig. Dat zou mooi zijn, hè? En waar? Ik zou het bij voorkeur als het mag kiezen. Ik kan het vragen, Jacques. Maar ja, ik zie niet waarom dat er niet zou werken. Omdat de... Hier heb je vandaag de goede verstandhouding. Ja. Ja. Van daarachter, wat ik hier achter zit. Je zegt mijn gang. Was de keuken. Ja, nu is het naar gang. Wel? De keuken was daar vroeger. Nu is de keuken. We gaan er verder. Maar dat zou ideaal zijn. Ik weet alleen niet of het kan. Oh ja, dan kan ik met de kiniast afspreken. Ja, maar ik ga mijn kalender nakijken. Ja. Informeert gij eens bij Libië? Of alleen? Want dat zou ik dan dus liever met EFP doen, zoals ik zei. Ja. Wat is EFP? Electronic Field Production. Dat is de afkorting. Dat is dus video. Video, ja. Dat we dan echt continu die video kunnen laten lopen. Want als jij moet continu een 2 uur naar een stuk filmen, dat kost ongelooflijk veel geld. Mag je wegnemen dan hoor. Dat mag hier ook wegzetten. Ja, het is allemaal gebruikt hier. Mag maar wegnemen. Dat is al veel. Hier zeg. Dank je wel. Dank je wel. Het is de Noorse zalm. Ja, dank je wel. Dat ziet er nu goed uit. Organisatorisch is denk ik nu de eerste zorg. Als je de idee nog kunt uitbreiden, maar precies natuurlijk. Het is eigenlijk niet nodig. Hij mag hem wegnemen, zeker. Hè? Ja, ik heb geen. Ga je niet roken? Ja. Meneer rookte vroeger. Nog? Nog? Vandaag ga ik niet roken. Het is een stagiair. Ik heb hem nog nooit gezien. Die man doet dat goed. Onvoorstelbaar. Echt waar. Ah, op die laatste dus nou. Nee, je moet er geen afbak meer hebben nog. Op die laatste heb ik zeer goede reacties gehad van de lopen. Schitterend. Veel mensen. Hè. Schitterend. Nee, dat is het gemakkelijkste. Hè. Dat zijn de mannen die... En, Doemelen. Dat was hij door Jacques Joop. Ja, maar dat klopt niet. Ja. Er is iets gaande. Dus, is dat bij mij die mop aan het uithalen? Want, welke mop? Kan ik vind, waarom staat weet ik niet natuurlijk. Wat? Waarom staat weet ik niet? Jawel, daar zijn ze. Dat is niet waar. Dat is gewoon waar je dat... Applaus. Nee, waarom Bam, mag ik je feliciteren? Met je stage. Kom, smakelijk. Ja, dus bedankt Guido en bedankt Jan. Er was één probleempje voor Jan natuurlijk, want die had geen bril op en die moest dus elke keer maar kijken waar hij alles neerzet, want zo gemakkelijk was het ook niet. Goed, jullie hadden gedacht hoger. Het is ook hoger, want het was 10 keer dat Jan in de buurt van Guido mocht komen, vooraleer hij vond dat dat potverdekken een aardige was, zoals hij zei. Hè? En dan had hij hem herkend. Dus gaan nu de blauwe kaarten opnieuw beginnen, tweede voorronde. Eerste kaart, een 7, de slechtste die erbij. Een andere kaart. Een andere kaart, dankjewel lieve.
En we beginnen met een prijskaart, een joker. En dit wordt een prachtjoker voor deze vakantie. Een fototoestel om op uw vakantieplezier nooit meer te vergeten. Aha. En dan deze eerste kaart. Nog een joker. Ongewenste plooien krijgen geen kans meer met deze reisstrijkijzertjes. We gaan misschien wel op prijs gaan. Dit is de eerste kaart. Ah, ja. Een dame. Lager. Lager. Een 2. Hoger. Hoger. Een 4. Hoger. Nog hoger. Een 6. Hoger. Hoger. Nee. Ah. We moeten de anderen ook nog eens laten spelen. De eerste rode kaart. Een dame. Het begint goed. Lager. 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 Een boer. Lager. Nog lager. Oh, nog een boer. Er is één boer te veel in het spel. Ja. Amai. Op de gezondheid nog. Op de gezondheid. Ik zie hem drinken, zeg. En dit is een vraagje voor Erik en voor Patricia. We vroegen aan 100 vrouwen. U erft juwelen van uw grootmoeder. Ze zijn mooi, maar natuurlijk wat ouderwets. Gaat u die toch dragen? Hoeveel op 100 zeggen? Ja, ik draag ze in elk geval. Patricia en Erik, hoeveel? Op 100. 110. Wat is dat veel? 25. Hoeveel zullen we zeggen? 80. Ja. Kom aan, 80. Lager. En wat denken jullie ervan? Lager. Lager dan de 80? Ja, inderdaad, maar een goede 20. En dus kunnen de rode kaarten verder spelen naar die boer? Lager. Lager. Lager dan die boer. En het is nog een heer. Hoe kan dat toch? En nu zitten we bij die 6 hier. Nog één kaart, is dat misschien nog een punt. Hoger. Hoger, ja, een heer. Een puntje bijzetten. 2 punten. 2 punten voor Patricia en Erik. Zeg. Ja. Oh, René is niet meer afgekomen. Waar is René nog even? Vooraleer we uit elkaar gaan. René, kom je er nog even bij? Want wij moeten proberen om de 7 kaarten één keer uit te spelen hier. René, als je zo vriendelijk wil zijn, want deze mensen hebben nog een harde taak. De 7 kaarten in één keer uitspelen. Goeie moed, veel succes. Ik ga naar de kaarten. Oh, ja, sorry. Nadine. Er staat zoveel op het programma nog vandaag. Was het bijna vergeten. En die prijs zal vandaag ook weer heel speciaal zijn. Wie is dit hier? De persoon die uit Wilrijk komt, heet Maria Hoezemans of Koezemans. Ja, Maria, waar is ze? Maria. Dag Maria. En dus nu op naar die 7 kaarten voor Pierre en Patricia. Eerste rode kaart, een 3. Hoger. Het is een jokerkaart. Goed. Ook in de vakantie op tijd uit de veren dankzij deze reiswekker. Goed. En we gaan verder. Hoger. We blijven bij de reizen. We zitten met een dame. Lager. Lager. Nog een 3. Hoger. Hoger. Nog een joker. En van shampoo tot stylingspray 8 producten voor een complete haarverzorging. Hij zal ze kunnen gebruiken. Wat doen we na die 3? Hoger. Hoger dan de 3 en 10. Nog één kaart. Nog één kaart. Wat doen we? Lager. Lager. Ja. Ja. Goed zo. En daarmee staan we gelijk 2-2. Zo moeten we het hebben hè, voor onze 200ste aflevering. Allee vooruit. Dat is ook niet verwacht hè, met zo'n slechte kaart. Maar nou zit het goed. Even op adem komen. Ja. Sanctus. Zeg, vooraleer we beginnen. Laat die beestjes nog eens horen, alstublieft. Want ik moet een vraagje stellen. Ah. Vraagje voor Patricia en Pierre. Ja, hier komt de vraag. Op het einde van de week ontvangt men nogal wat reclamebladen en folders. Dat is typisch. In hoeveel gevallen op de 100 werd men die ongelezen in de vuilnisemmer? Hoeveel op 100 gooi je die meteen weg, denken jullie? Patricia en Pierre. 60. Hoeveel? Hoe gaat het bij jullie? Meteen de vuilnisemmer in? Gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Maar goed, hoeveel doen het meteen? 60. 60, meer dan de helft. 60. Wat denken Erik en Patricia? Lager. Hoeveel zijn het er? 38, is lager. Blauwe kaarten mogen beginnen. Laatste voorronde. Eerste kaart, een 2. Dat is goed. Hoger. Hoger, een 3. Hoger. Nog hoger. We zitten met een 9. Lager. Lager. Oh, nog een 9. Patricia en Pierre. De zenuwen stijgen ten top. De eerste kaart is een joker. En dat is de nummer 8 in de reeks. Vakantie zonder zorgen met uw geld in deze veiligheidsgordel. Zo, en daarmee hebben we hem toch nog een keer gezien. Dit is de volgende kaart. De eerste. Nee. Een 9. Mag ik die nog gewissen? We kunnen niet veranderen. We kunnen alleen passen kunnen we doen. 9.
Lager. Proberen met lager. En het is goed, een 7. Uitstel van executie natuurlijk. Mogen we nog passen? Passen kunnen doen. Passen mag niet meer. Alleen passen kan u doen. Ja, u mag passen. Passen mag nog. Mag? Passen. Ja? Ja, passen. Dat mag. Waarom niet? Dat wil zeggen dat die slechte 7 weg moet. Dat mag natuurlijk. Pierre en Patricia mogen luisteren, want Erik moet antwoorden samen met zijn vrouwtje. U was een tijdje verliefd en verloofd. Oh, waar is de tijd? Ze gingen boterhammetjes gaan eten. U schreef kilo's liefdesbrieven en zelfs gedichtjes. Gaat u ze, nu er een kink in de kabel is gekomen, terug eisen? Dat vroegen aan 100. In het geval dat natuurlijk. Hoeveel zegt u? Ja, in dat geval vraag ik alles terug. Erik en Patricia, hoeveel zouden we alles terugvragen? Nog minder, dat is wel 30. Patrice en Erik? Papijtje. Wat gaan we zeggen? 20. 20? Ja. 20, zegt hij. De meesten 20. Doen dat niet. En wat denken jullie ervan? Hoger of lager? Wie ze zullen terugvragen? Lager. Lager nog, hoeveel zijn het er? 83. Van die 100 aan wie we het vroegen. Dus de blauwe kaarten. Zij krijgen een andere kaart. Moeten verder spelen, dankjewel. Na de 9, wat doen we? Lager. Lager dan die 9, het is hoog. En dus krijgen Pierre en Patricia een andere kaart. En dat wordt nu in plaats van een 7 een boel. Ja. Lager. Lager, een 4. Hoger, een heer. Lager. Lager, een 8. En nu is het alles of niks. Gokken. We gokken? Wacht, hè. Ze willen gokken. Wat doen we? Lager. Ze gokken op lager. Maar het is hoger. De spanning blijft. Een vraagje voor jullie beiden. Gezondheid. U groet vriendelijk uw nieuwe buurman, maar die loopt u met de neus in de wind voorbij. Probeert u het de volgende dag nog maar eens. Hè? Die man zegt gewoon niks. Hoeveel zeg je? Ja, ga ik hem toch maar groeten. Ook al antwoordt hij niet op mijn groet. Patrice en Pierre, hoeveel zullen toch nog groeten? Nieuwe buurman. Hij loopt u zo voorbij. Zal u hem toch de volgende keer weer groeten? 40. Hoeveel zullen we zeggen? 40. 40 zullen nog maar eens goeiedag zeggen. Patrice en Erik, wat denken jullie? Hoger of lager dan 40? Hoger. Hoger. Hoeveel zijn 78, ja. Blauwe kaarten. Na die 9. Niet gemakkelijk. Wat doen we? Lager. Lager dan de 9, een 5. Hoger. Hoger. En het is lager. Nog een kans voor Patricia en Pierre na die 8. Hoger of nee? Wat is het? Was hoger. 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 Hoger zeggen ze. Ja! We zetten een puntje bij. We hebben een 3. En daar moeten we afkijken. Zeg, drink het glas rustig uit, hoor. En neemt u dan de sjoelenbak mee? Vergeet het viergeslacht niet. En kom even afscheid nemen, alstublieft. Wij geven ze een applaus. Ze hebben het verdiend. Ja, Erik Jong, morgen is dat weer het dagelijkse gewone werk. Ja. Er is niet veel veranderd. Alleen hebben we samen meegespeeld in de 200ste aflevering. Maar, kijk eens aan. Tegen dat deze fles al leeggedronken zijn, zullen jullie nog dikwijls kunnen terugdenken aan de Hogerlager 200ste aflevering. Die wordt u graag namens Hogerlager overhandigd. We zullen ze hier maar veilig en rustig terugzetten. Souvenir. Zoals er maar eentje is en die mag graag mee naar Zuidkerk. Erik, vriendelijk bedankt. Je was een schitterend kandidaat. Kijk eens, en de kinderen komen jullie ook even in de bloemen zetten. Kom er maar bij. Geef dat maar aan mama. Hé, vriendje, kom er maar even bij. En wat hebben we hier nog allemaal? Ga je een beetje op de zijkant? Een beetje naar daar doorschuiven. We hebben de sporttassen. Die zijn hier. Strijkijzer. Hela, dat prachtige fotoapparaat. Zeg, jongens. Hè? Nu kun je ook foto's nemen van papa en mama. Ja, ga jij het even vasthouden? Neem maar een foto van je mama. He, kijk eens naar je mama. En ondertussen krijg jij er nog deze keurige parasol bij om te bruinen zonder te verbranden in de komende zomerse dagen. Alles is voor jullie. De bloemen en de kaarten erbij en onze sympathie. Bedankt en tot de volgende keer. Ja, we zouden normaal naar de prijzen nu moeten kijken, maar ik moet toch nog iets vertellen, want er zijn toch zoveel mensen betrokken bij dit programma. Ik heb daar straks enkele mensen voorgesteld. Dat zijn de mensen die we hier in de studio altijd zien. Aan die tafel, de heren cameramensen,
de machinisten, opnameleider, noem maar op, al de mensen hier in de studio. Maar er zijn er een pak die we nooit zien, die er een eind hoger altijd maar aan het werk zijn, in het heiligdom waar niemand binnen mag. Ik denk aan de mensen die in de regie zitten. En voor deze gelegenheid mag het wel. We gaan ze even begroeten, als u even met me meekomt. Want daar zitten er zoveel en we gaan ze even begroeten. Hier op de eerste verdieping zitten elke keer op het vaste rendezvous mensen heel trouw aan de knopjes te werken. Als we hier binnenkomen, dan zitten we bij de regie van het licht. Flor is de verantwoordelijke voor, samen met zijn medewerkers om alles goed uit te lichten. Bedankt voor de zoveel keer dat u ons zo mooi in het licht heeft gezet. Maar als we doorstappen, gangetje door, dan zijn er nog een pak en hier is het echt stil, het heiligdom. Mag nooit iemand binnenkomen, zeker niet tijdens de uitzending. Deurtje openen en hier zitten de mensen die zorgen dat alle klank en alle muzikale begeleiding zo is als het hoger lager is. Edgar, bedankt voor de zoveel keren samen met uw medewerkers en nog vele hoger lagers. Vind ik bedankt. Maar het kloppend hart van alles, dat bevindt zich net in het midden. En daar bevinden zich de mensen aan de regietafel. Daar is de kapitein van het schip. En ook deze mensen wil ik u even voorstellen. Helemaal in de hoek hebben we Libby, dat is de regieassistente die zowat de bevelen doorgeeft naar de anderen. Bedankt. Etienne Doge, maar daar kom ik zo dadelijk nog even op terug. Carla is de dame die de beelden mengt en die op de fracties van seconden dat allemaal moet doen. Bedankt, Carla. En de man die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de hele technische infrastructuur, dat is André. André, vriendelijk bedankt. En Etienne, jij was er van beide beginnen bij. Ik wou jou danken voor de heel fijne en toffe samenwerking 200 keer lang. Bedankt als regisseur. En mogen we nu kijken naar de prijzen? Geef jij maar het signaal. De prijzenpot voor deze 200ste helemaal in de vakantieatmosfeer. Op 10.000 een vliegtuigreis Oostende-Londen voor één persoon met 3 dagen verblijf en 2 overnachtingen helemaal gratis. Op 20.000 en u vertrekt al naar de zuiderse zon van Spanje. 2 vliegtuigtickets Oostende-Tenerife en terug. Ook op 40.000 is het richting Spanje, deze keer aan de Costa del Sol. Vliegtuigreis Oostende Torremolinos en 1 week verblijf in half pension voor 2 personen in een 3-sterrenhotel. Op 60.000 wordt u 14 dagen verwend in Tenerife aan de Playa de los Americas. Vliegtuigreis en verblijf in half pension voor 2 personen in een 3-sterrenhotel. En dan de 80.000, een droomreis naar Griekenland die werkelijk alles heeft om u te bekoren. Voor 2 personen in vol pension, 2 weken verblijf in de Calypso Club te Arkitsa, de vluchten inbegrepen. 120.000 en u zal ze nooit meer vergeten, de kusten van Griekenland en Turkije. Vliegtuigreis naar Venetië en vandaag helemaal in vol pension het luxe cruiseprogramma van de Orient Express. Maar op 240.000 rijdt u zelf naar het land van uw dromen. Want daar hebben we onze auto behouden. Hier is hij, onze wagen. Sportieve beleiding, krachtige prestaties, tegenzuinig tarief. Stadsvriendelijk, maar even graag op de autosnelweg. Walter, de auto staat klaar. De kaarten zijn er, de kandidaten ook. Dus spelen maar. Dus, en dat kan op alle mogelijke manieren gebeuren. Maar even kennis maken met onze feestelingen hier in deze 200ste uitzending. Dat is Rachel Soen, zo is het, hè? Dat is Rachel. Zeg, je had het waarschijnlijk niet verwacht, hè? Van niet uitverkoren te zijn. Ik verschiet er nog. Wat zeg je? Dat ik er nog van beven. Oh, maar dat moet je niet doen. Kijk eens, we hebben trouwens een fles champagne voor jou klaargezet. Je nou wint of niet, die ga je in elk geval meenemen naar huis als souvenir aan ons 200ste aflevering van Hoger Laag. Dank je. Rachel, heb jij kinderen? 4. En kleinkinderen? 10. Oh, kijk, de jeugd gaat verder. Het blijft altijd maar feest in huis. Blijvende familie. Ga je graag op reis? Ja. En waar zou je nou eens echt graag naartoe gaan? Ik ga nu naar Joegoslavië. Ook al, in Joegoslavië. Ik ga naar de kust. Ik ben al naar Spanje geweest. Ah, nee, vooruit. Zit er nog optimistisch in voor van de jaar. En dan de andere dame hier. Dat is Maria Koesemans uit Wilrijk. Gegroet, Maria.
Ook een beetje zenuwachtig? Ja, een beetje wel. Je had het niet verwacht, hoor. Ja. Ben je meegekomen om te supporteren? Jawel. Voor wie? Voor Pierre en voor Patricia. Zo'n zachte stem, zo'n zachte stem. Pierre en Patricia, die daar staan. Ik zou zeggen, drink er eens van, maar laat het nog gesloten tot thuis. Dan kan u het feest thuis verder zetten. Deze fles champagne ook mocht u niet winnen. Maar we hebben een feestelijke reisprijs voor vandaag. Is het niet waar, Guido? Jawel, de kampeerliefhebbers zullen in hun nopjes zijn. Deze vouwkampeerwagen met afritsbare voortent wordt compleet met trekhaak bij u geleverd. 2 ruime slaapkamers, 3 opbergruimtes en allerlei technische snufjes zorgen voor een perfect comfort. Kampeerpret voor de hele familie dus. En tegen welke prijs? Heeft u dat gezien? Een heel huis. Dat zit er allemaal in, hè? Gewoon lopen plooien. En dan heb je dat. Ja, dat die van de grond staat. Wat heeft erin? Die van de grond staat. Ja, kijk, dit hier, wat je hier ziet, dus deze plooibare caravan, dat wordt opengeplooid. Dan heb je wat je daarnet op de foto zag. Hoeveel kost dat, Rachel, denk je? Hoeveel kost dat? Schrijf maar wat neer. Groot schrijven, hè, Rachel. Zet het er maar op. 1. 9, 0, 0, 0, 0. 190.000 frank, denkt ze. En wat denkt Maria? 99.000. Zij zegt dus een beetje lager, zegt ze. Ja. 99.000. Het is een verschil van ongeveer 100, bijna 100.000 frank. Dat zal het misschien niet gemakkelijk maken voor onze kandidaten, maar zij moeten toch wedden. Op 1 of 2. Wie is er het dichtst bij? Twee? Ja. Laat ons hopen dat dit een goed weddenschap is. Op 299.000. En Guido, kom, verklap het ons maar. De juiste prijs is 119.900 en dus... Goed gewet. En dat is goed gewet, ja, dat is goed gewet. Rachel. Dank je. Het is jammer. Je zou nog op reis moeten gaan zoals je het vroeger deed. Ja? Toch bedankt voor uw komst, vergeet de champagne niet. Maria, deze neem je mee. En kom even kijken. Ik zou zeggen, we gaan hem openplooien, maar dat kan dus natuurlijk niet, hè. Maar u heeft het al gezien. Hou je van kamperen? Ik heb dat nog niet gedaan, maar dat ga ik nog wel eens proberen. Dat moet je nog eens echt proberen. En we wensen jou veel zonnige vakantiedagen, ja? Veel succes daarmee, alsjeblieft. We hebben weer al reden om eens te klinken en te drinken. Patricia. Zeg, dat is een lange naam, hoor, Patricia. Ik zei daar straks, Patty, is dat ja, beter? Ja, dat is beter. Ik zei het zomaar, maar wat zeg jij gewoonlijk tegen haar? Van alles. Ja, wat? Lieveke, zoteke en als we ruzie hebben, is het Patty. Patty. Oh, dat is als het ruzie is. Ja, dus kunnen rekenen hoe lief dat we van elkaar zijn. En jij, Patricia, wat zeg jij tegen Pierre? Pierre en Peuteke. Wat? Peuteke. Maar ik had beter een dik opgebleven, denk ik. Peuteke. Gezondheid. Gezondheid. We hebben er 10.000 van gemaakt omdat jullie goed gewet hadden. We gaan naar de kaarten toestappen en laat ons hopen dat de grootste reis of de wagen eruit mag komen. Voor de rest zijn het allemaal reizen, prachtige prijzen. En de supporters, die zijn er nog allemaal, hè? Laat maar horen. We stappen naar de kaarten toe. Dankjewel, lieve. Dit is de eerste kaart. We hebben 10.000. Het begin is niet goed, maar het kan nog veranderen. Het is een 8. Andere kaart, graag. Zeker? Zeker. Ja, ik zou het ook doen. Goed, dat is beter. Dat is een 3. En we hebben 10.000. 8.000 hoger. 8.000 en hoger. We hebben die. We zitten aan 18.000. Het wordt spannend nu, hè. Goed uitkijken dat we die wagen eruit halen. 18.000. Het is een 10. Met een 10. Ik zal ietsje minder pakken. Hier kan u nog een beetje doorzetten. 7.000 lager. 7.000 lager. Die hebben we ook. We zitten al aan 25.000. 24. En met een 1 zal toch een beetje doorzetten. 24. 24 hoger. Oelala, 24 en hoger. Goed gedaan. 49.000 en er komen er nog 6 bovenop. Dat betekent dus 55. Als dat niet goed is, zeggen we zitten hier met een 5. 55. Voorzichtig, goed nadenken. We moeten hier eigenlijk 30 hebben. Ja, we moeten eigenlijk 30 hebben. 20 hoor. 20? We kunnen nog veranderen van kaart ook, hè? 20 hoor. Maar 20. It's up to you. Dan hebben we nog altijd 35 hoor. Wat zullen we doen? 35. Ja. Nee, 20. 20. 20 hoger. Allee, vooruit. Eensgezind, 20 hoger. Ook goed.
75.000. Ja, hier moeten we 60 hebben. We hebben dus een overschot van 15. 15, hè? 15. Nee, 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 we gingen een overschot niet meer. En we verlezen niet, we gaan we binnen nog graag te boven. Ja, we moeten er wel rekening mee. Hier naar 60. Ja, ja, het gelijk. Ja, 15. 15? 15! Ja, lager? Wacht even, hè? Ja, hè? 10. Meer 9. Ja. Zoals u wil. Zoals u wil. Lager? Oké. Okay. 15! 15, lager. 15 en lager. Ook goed! Ja! Ook goed! Jongens, dat zit goed. En nu op... Nee. En nu op... Alles? Kom aan. Ik zou voorsprong nemen. 85 op 6 jaar. Alles? Nou, moeten we doen. Alles? Kom aan. Alles hoger. Ja, het is maar één keer de 200ste aflevering. Alles aan hoger. Ja! Ja! Ho, ho. We zitten aan 180.000. Wacht maar. 60 is genoeg. Wacht maar, wacht maar. Ja. Alles, gewoon alles. Tussenspel, alles. Alles. 60. 60. Lager. 60.000 en lager. Ja! Ja! Dat is goed doorgezet onderaan. Die gok van alles inzetten, ja. Ook daar onderaan. Maar dat heeft het je ook bezorgd. Ja. Had u het ooit verwacht? Nee, Walter. Zeker niet meer. Je ziet er nog altijd niet goed van. Kom aan, drinken moet je doen. Neem even het glas. En dan gaan we samen kijken naar de pracht van de wagen die u nu wordt aangeboden. Alsjeblieft. Kom aan. Dan even kijken. Volgt u maar. En ik mag de sleutels van René krijgen, dankjewel. Kom even mee. Deze mooie wagen wordt u aangeboden ja, namens Hoge Lager. 200ste aflevering. Maar aan wie moet ik nu de sleutel geven, Pierre? Ja, dat probleem heb ik niet. Dat is voor Patty. Want waarom? Zij drinkt minste. Dus ik drink meeste, dus... Alsjeblieft. En hier is het dochtertje. Ja, zielsgelukkig, Patty. Gefeliciteerd. Dank u. En ik zou zeggen, ga rustig achter het stuur zitten, want ik moet met Pierre nog wat afhandelen omtrent de jokerprijzen. Ga er gerust in zitten, ja? En Pierre, ik weet dat jij dus iets meer drinkt dan Patricia. Het is maar... Haast u, haast u. Het is maar één keer 200ste uitzending met onze felicitaties. Dat zijn er 6 liter, hè? 6 liter. We hebben hier dan nog 2 joggingpakken. Dat is natuurlijk voor het vrouwtje. Dat is zo'n riem om onder het kleed of boven het kleed om geld weg te stoppen. En dan haarverzorgingsproducten. Kunnen ook van pas komen. De kaarten om het nog eens over te doen. En bloemen krijg je zo dadelijk van Lieve. Zeg, vriendelijk bedankt, Pierre. Jullie waren schitterende kandidaten. Bedankt dat u ons zo een mooie 200ste uitzending bezat. Ook bedankt. Oh, hij drinkt eigenlijk niet zoveel als hij rijdt, hoor. Ook bedankt. Bedankt ook. Dan ga ik feliciteren. Alsjeblieft. Komt u er even bij? Tussen de felicitaties in en de vreugde hier in de studio willen wij nu afscheid nemen bij deze 200ste aflevering. Maar niet voor lang, over een maand of 3 zijn we terug. En we rekenen natuurlijk stellig op uw aanwezigheid in september. Want dan zijn wij er weer voor dat programma. Hoe heet het weer? Oké, tot in september dan. Dag, een goede vakantie. Zij wonnen miljoenen met de lotto. Wie zijn ze? Wat doen ze? Ik was arm, ik ben rijk.